Baklava wordt hartstikke goed verkocht op dit moment. Ik had laatst donderdag had ik het gekocht en het was zaterdag alweer op. Naast een groot assortiment aan Turks brood bieden ze ook Turkse hapjes, koekjes en baklava aan bij onze buurtbakkerij in Dongen. Ja, ik heb jarenlang bij een groothandel gewerkt en de eigenaar daarvan wou heel graag een bakker overnemen. En toen heeft hij besloten om dat te doen en het was voor ons gewoon een zetje in ons rug die we nodig hadden, denk ik. Want wij dachten, als we onszelf een beetje redden in eerste instantie, dan moeten we al gelukkig zijn, maar het gaat hartstikke goed op dit moment. Ja, veel horeca-ondernemers en andere ondernemers hebben het moeilijk. Waarom hebben jullie besloten om juist in deze tijd de bakken te openen? Toevallig. Turkse pizza en gözleme en baklava. Mensen kennen het van vakanties, gözleme vooral. En die willen dan heel graag met spinazie, met kaas, verschillende ingrediënten. En ja, die twee gaan heel hard. We proberen zoveel mogelijk zelf te maken, dus zodoende dat het dan ook veel lekkerder smaakt. En daarvoor komen ze weer terug.